Hey hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Naomi van Journal by Naomi. En vandaag gaan we met restjes werken in deze journal. Hij is al meer dan de helft vol, dus het wordt weer een hele dikke. En ik heb natuurlijk nog mega veel restjes liggen van papiertjes die ik maar voor de helft heb gebruikt. Of maar kleine stukjes van heb gebruikt. En daar heb ik even een video van gemaakt. Dus we gaan snel, ik ga je snel omdraaien en we gaan aan de slag. Restjes dus. Hebben jullie ook zo'n ontzettende grote stapel met papiertjes waar je net een heel klein stukje van overhoudt? Ik dus wel. En die zitten allemaal in dit bakje. En dit bakje begint inmiddels gewoon over te groeien aan papiertjes. Dus ik dacht, ik moet hier nu iets gaan doen. Ik moet hier iets mee maken. En in eerste instantie heb ik decoupagepapier er even allemaal uitgehaald. Waarvan ik dacht, nou, dat zou ik nog wel kunnen gebruiken. En heb ik de harde papiertjes er nog eventjes ingelaten. Dus mijn eerste plan was, laat ik even iets doen met decoupagepapier. Dat bewaart natuurlijk ook niet zo heel erg lekker. En toen zag ik dat ik nog een Alice papiertje had. En als ik dan een tijdje niet met zo'n thema bezig ben geweest, dan vind ik het toch wel weer leuk om dat op te pakken. Ik heb niet veel nagedacht. Ik ben gewoon gaan plakken. Ik dacht, als hij maar zit, dan zie ik later wel wat ik er nog bij wil plakken. Maar ja, ik heb dus gewoon dat stukje wat ik nog over had, heb ik niks aangescheurd, heb ik er gewoon opgeplakt. En pas daarna ga ik dan nadenken, wat wil ik hier nog bij? Wat heb ik nog aan spulletjes? Ik had al mijn spulletjes van Alice in Wonderland opgeruimd. Ik heb er natuurlijk een maand lang mee gewerkt. En op een gegeven moment ben ik er dan echt helemaal klaar mee. Dus ik heb het allemaal in een la zitten. En toen ik het ging pakken, jullie gaan het zo wel zien, dacht ik, oh, wat heb ik toch eigenlijk ontzettend veel nog. Ik zou nog wel een maand kunnen vullen. En ik heb het in de bakken gedaan om mee te nemen naar de beurs. Dus mocht je denken op de beurs, ik wil een Alice in Wonderland spread, dat kan dan ook. Ik heb de papiertjes, ik heb de stempels, ik had nog heel veel ephemera, heb ik er allemaal ingestopt. Dus daar kan je mee aan de slag tijdens de workshop op de beurs. En zoals je ziet had ik nog een stukje van Alice in Wonderland. Was nog een stukje decoupagepapier. Daar had ik zelfs nog een groter stuk van. En dat bovenste stukje heb ik niet meer opgeplakt. Die heb ik gewoon weggegooid. Op een gegeven moment moet je de hele kleine stukjes volgens mij ook gewoon weggooien. Ik kan wel alles bewaren. Weet je, als het zo'n hele strook is van de zijkant en de bovenkant of de onderkant, dan bewaar ik dat wel. Maar als het van die inie-mini stukjes zijn, ja, op een gegeven moment moet je het gewoon weggooien. En denk je, ja, ik ga het echt niet meer gebruiken. En heb je wel een hele mooie spread of misschien zelfs wel twee van dat andere stuk gebruikt. Nou, ik had ook nog tape van Alice in Wonderland. En dit is dus één van die bakjes. En ik heb een brede en een smalle. Ik vond de brede hier een beetje te breed, dus die heb ik gewoon weer teruggerold. En ik heb de smalle gepakt. Alle twee gekocht bij de Scrapper of Hearts. En ja, heel erg leuk. Zij heet natuurlijk ook Alice, dus ze moet ook alles van Alice hebben. Maar dat is nog steeds niet al. Ik heb nog ergens een bakje, bedenk ik mij later. Dus die ga ik er straks ook nog bij pakken. En in dit bakje zit van alles door elkaar. Er zitten rub-on stickers in. Er zitten uitgeknipte dingen van de printable in. Ik dacht, oh, dat is ook wel heel erg leuk om te gaan gebruiken. Deze is van Polka Art Studios en die heet Steampunk Alice. Dus ja, dat past natuurlijk helemaal bij mij. En ik heb het gerommel in dat bakje er maar een beetje uitgeknipt. Want dat duurde zo ontzettend lang. En je ziet dat ik inmiddels dus ook een ander bakje daarnaast heb liggen. Daar zitten nog wat kleine ephemera en dingen die ik heb uitgeknipt. Die-cuts en zo zitten daarin. En ook heel erg veel van, ik ga ze zo pakken, van die leuke speelkaarten. En die heb ik in alle
vormen. Nou, niet in alle vormen, ze zijn allemaal rechthoekig. Maar in allerlei maatjes. En die heb ik heel veel gebruikt. Maar dat waren bladzijdes in paperpads. Ik weet zo even niet meer van welk merk dat was. Maar ja, die heb ik dus in 12 bij 12, dat paperpad. Maar volgens mij ook 8 bij 8 of 6 bij 6, één van de tweeën. En die heb ik allemaal zitten uitknippen. En daar heb ik er dus gewoon heel erg veel van. Dus die gaan ook mee naar de beurs. Die zijn wel heel erg leuk om in je journal te plakken of op zo'n papiertje. Als je wil weten wat je kan maken op de beurs, mijn vorige video gaat daarover. En toen dacht ik, laat ik eens eventjes weer een ander techniekje doen. Want jullie zien mij heel veel hetzelfde doen. Maar ik heb zoveel spullen. Laat ik ook eens gaan embossen. Of heet dat zo? Ja, met van dat poeder. En ik heb dus hele leuke Alice in Wonderland stempels. En die doe ik dan hier met dat embossingspul. Stempel je die op de bladzijde. En vervolgens gooi je dat poeder erop. En dan moet je het heet maken en dan krijg je die hele mooie afbeelding. Ik weet niet of ik helemaal de goede kleur heb gekozen. Ik heb niet heel veel embossingpoeders. En ik heb dan ook nog de glaze van Tim Holtz. Dus die geeft nog een mooie glans ook. En dit is Salvage Patina. En die vind ik eigenlijk het mooiste in combinatie met bruin. Maar ik wil niet een bakje maken waar alles door elkaar zit. Daar vind ik ze echt te duur voor om alles door elkaar te gooien. Dus vandaar dat ik hem nu in deze blauw heb gedaan en die paste het meest bij die andere kant. Dat was de keuze om voor blauw te gaan. Leg er altijd even iets onder, vouw dubbel, dan kun je er zo'n mooi tuutje van maken. Het was niet zo. En dan kan je het weer in het bakje gooien. En hoe vaak dit wel niet misgaat of dat het bakje omvalt bij mij. Echt waar. Ik ben zo'n kluns, hè? En ik wil ook altijd veel te snel. Dus dan gaat het nog wel eens mis. Nou, dan ga je er met zo'n heat tool ga je er overheen. Ik voel altijd even of die goed heet is. En dan moet je gewoon even wachten tot die een glimmertje krijgt. En dan heb je een leuk konijn op je pagina staan. En dit kun je natuurlijk doen met elke stempel die je hebt. Je moet even van dat inkt hebben. En je moet embossingpoeder hebben of glaze. Ik hou heel erg van dat glansje in de glaze. Maar ik heb ook gewoon wel poeders. Ik heb niet super veel kleur hoor. Want ik doe dit gewoon niet heel erg vaak. Zou ik gewoon vaker moeten doen. Maar hetzelfde geldt voor... hoe heet dat spul ook alweer? Ik kom er niet op wat je in een stencil doet. En dat heb ik volgens mij in de volgende video. Ga ik daarmee aan de slag? Ik dacht, als ik verder praat, kom ik vast wel op hoe dat heet. Maar dan smeer je dat op de pagina. Dat moet hard worden. En dan kan je ook een kleurtje geven. Ik kom gewoon echt niet op de naam. Hoef me hieronder niet te vertellen hoor. Ik weet het straks wel weer. Maar dat gebruik ik ook gewoon niet zo heel erg vaak. Zou ik ook vaker moeten doen. Dus ik heb wel nu in de vakantie dat ik denk, oh, ik pak eventjes weer wat spullen erbij die ik niet zoveel gebruik. En al mijn potjes van dit spul waren gewoon hard geworden. Grid paste, dat zocht ik. Is gewoon allemaal hard geworden. Ik kon ze allemaal weggooien. Dus ik moet op de een of andere beurs eventjes weer nieuwe grid paste halen. En dan gewoon die kleine potjes. Want die grote, dat raakt bij mij dus niet op. Dat wordt dus hard. Dus ik had het toevallig gezien bij Petra, Creakela. En ik dacht, oh ja, ga ik ook even weer gebruiken. Dus zo inspireer je elkaar toch ook weer heel erg om andere producten te gaan gebruiken. En ik wil al die kleurtjes natuurlijk van die embossing glaze, van Distress. Dat ga ik niet doen. Ik gebruik het zo weinig dat ik de vintage foto en de Salvage Patina en ik heb nog wat kleurtjes. Die ga ik wel gebruiken. Soms koop ik als er een nieuwe kleur uitkomt van Distress, dan koop ik zo'n pakket waar het dan in zit. Dus daarom heb ik ook wel wat gekke kleurtjes. Volgens mij heb ik ook Vilnius Potion. Zoiets heet die. Een hele gekke paarse kleur. Zal je mij niet vaak zien gebruiken. Maar nou, op die manier kom ik nog wel eens aan gekke spulletjes. Dus ik hou het hierbij. Ik ga niet dit ook nog allemaal verzamelen. Ik heb het al druk genoeg met de oxides allemaal nog verzamelen. Heb ik ook nog steeds niet alle kleuren van. En terwijl ik dit zat te editen,
Op elke bladzijde moet ik gewoon weer zoeken naar de goede, waar augustus en de goede dag en datum op staat. Waarom pak ik niet gewoon alleen die drie die ik nodig heb? Het is echt ongelooflijk. Ik zie mezelf het gewoon doen, dat ik elke keer moet bladeren en kijken of ik de goede wel heb. Nou, om hem nog eventjes af te maken, gebruik ik deze vlekken. Clearstamp van Journal This. En soms heb ik gewoon geen zin om zelf vlekken te maken. Al sta ik natuurlijk wel bekend als degene die altijd heel veel vlekken op de randjes maakt in zijn journal. Ik vind het ook nog steeds leuk hoor. Maar soms heb ik er ook even geen zin in. En mijn matje is ook weer gewoon heel erg lelijk. Je ziet ook dan dat mijn matje er niet ligt. Ik zal proberen eraan te denken om het matje ook even mee te nemen naar de beurs. En dan ga ik daar ook een nieuwe kopen. Ik heb echt al 4 of zo van die dingen. Ja, het krult gewoon steeds omhoog en ze worden heel erg lelijk. Dus dit is de Alice spread, jongens. Ik weet niet wat ik nog allemaal ga pakken. Oh ja, ik ga nog even een quoteje doen. Ik dacht, bij Alice in Wonderland kan je wel een quoteje doen. Moet daar wel een beetje om denken, zie ik. Als ik iets wil pakken, dat ik dat even om de camera heen doe. In de winter vind ik het niet zo erg. Maar in de zomer, met die... armen, vind ik niet zo mooi. Ik kom er vandaag niet zo goed uit, jongens. Ik moet nog 20 minuten vol kletsen. En ik kom er nu al niet meer zo goed uit. Dat wordt nog wat. Dit zijn trouwens wel gekke quotejes. Volgens mij is het ook snarky quotes. Snarky tekst. Nou, zoiets. Je kan het... Ja, misschien als je een groot scherm hebt, wel lezen. Ik kan het niet lezen, maar het zijn een beetje gekke tekstjes. Dus af en toe denk ik, wat plak ik nu op? Maar goed, maakt de bladzijde wat mij betreft net even helemaal af. En als ik ga schrijven, is er ook nog genoeg ruimte. Wat vinden jullie trouwens van mijn nagelkleur? Ik dacht, ik doe eens een keertje iets anders. Binnenkort, een vriendin van mij doet het voor me, echt om de 3 weken. En met dit herfstachtig weer dacht ik, ik wil eventjes wat zonnige nagels. Ik zag dat het is van Pink Gel Lak. En ik zag dat ze ook hele mooie groene hadden. Dus ik ga binnenkort even groene bestellen voor haar. Ik bedoel, zij doet altijd mijn nagels. Dus dan kan ik wel zorgen dat we een beetje leuke nieuwe kleurtjes erbij hebben. Want ze heeft vooral heel veel roze. En ik ben natuurlijk niet het roze typeje. Al wordt de volgende video, die heb ik al opgenomen, compleet roze. Dus wat dat betreft... Nou ja, volgende restje. Sorry als het nou ja heel hard was. Ik had dus deze nog. Geen idee wat voor papiertje waar die van is. Maar lag nog in de bak. En eigenlijk een beetje hetzelfde als op de vorige bladzijde. Alleen scheur ik er nu een stukje af. Waardoor die wat minder recht en wat speelser wordt. En toen liep ik een beetje spaak. Want ik wist niet wat ik ernaast moest doen. Eigenlijk vond ik geen enkel papiertje echt perfect erbij passen. Ik vond ze allemaal net qua kleur anders en net niet oké. En nou ja, je ziet hier de grote zoektocht naar het goede papiertje. Echt waar, ik kwam er gewoon niet zo goed uit. En dat, meestal lijkt het alsof het bij mij allemaal vanzelf gaat. Nou, no way. Ik knip er ook gewoon echt wel dingen uit. Als ik weer met mijn nagels zit te tikken, zo van... wat gaan we doen? Dan heb ik dat er gewoon lekker uitgeknipt. En wat ik ook een beetje heb... Dat is misschien wel gek, want ik heb het al heel vroeg. Ik ben een beetje klaar met deze journal. En dat ligt niet aan de journal, dat ligt aan mij. Ik heb dat heel vaak als ik in de 2e maand bezig ben in een journal. Dan wordt hij heel erg dik. Kan je eigenlijk op links niks meer schrijven. Want dat lukt gewoon niet qua schrijven. Dan moet je er een boek achteronder leggen, zeg maar. Dan kan je nog een beetje schrijven. Maar meestal maak ik dan alleen nog maar links een printable of that's it. En eigenlijk altijd... Denk dan, het is wel weer tijd voor een nieuw boekje. Bij hele mooie liggen van Loft by Gaby. De paarse met de steampunk dame op de voorkant. Dat wordt mijn journal van september en oktober. En
Nou, ik weet niet. Op een of andere manier. Hij werkt prima hoor. Het is een hele mooie journal. En vond het ook heel leuk om erin te beginnen. Maar ik ben daar een beetje zat voor. En dan merk ik elke tweede maand dat ik in zo'n boekje werk. Dat ik denk, begin altijd. De eerste maand vind ik de coverpage altijd heel erg mooi die ik maak. En ja, gek is dat hè. En ook, ik kan even mijn draai niet vinden in de printables. Wat ik precies wil. En wat daar dan bij past. Vandaar dat ik ook restjes ben gaan opmaken. Dat ik dacht, ja, laat ik eerst dit maar eens doen. Ik heb wel wat nieuwe printables gekocht. Weer bij Polka Art. En ik heb ook een thema bedacht. Oh ja, ik wil heel graag iets met koffie gaan doen. Maar ja, dat wordt dan september dat ik daarmee bezig ga. Maar ik weet ook nog niet of ik dat dan ga doen in mijn daily journal. Of dat ik dat in een show journal ga doen. Ik heb namelijk hele mooie stickers bij Stick with Kate gekocht. En een hele mooie printable gevonden. En ik heb natuurlijk nog wat koffie itempjes. Jeetje. Van Journal Dis. En wat je net zag, daar heb ik een keer gewonnen. Dat boekje heb ik gewonnen bij Mrs. Scraps. Die had zij gemaakt. En ik zag bij haar ook een hele gave koffiepagina. Met allemaal spulletjes van Journal Dis. En toen dacht ik, ja, dit moet ik gewoon doen. En ik heb ook nog van AM Paper en Art. Ik weet nooit zo goed hoe ze heet. Heb ik ook nog koffiedingen. Dus ik dacht, ik ga al die koffiedingen opmaken. En ik heb echt gewoon voor €50 meer, 60 denk ik bijna, aan stickers gekocht bij Stick with Kate. Dus ik kon niet laten. Ik dacht, ik ga een koffiethema doen. Ik lust helemaal geen koffie. Dus als je nog tips hebt voor een leuke printable, ik ga hem een beetje combineren met herfst. Mag wel alvast in september, toch? Dan vind ik een mooie en dat doe ik ook elk jaar. Dat is best wel grappig. Want ik kom altijd terug bij een herfstthema in september. Nou, prima. Ik heb hele leuke voorpagina al bedacht. En komt helemaal goed. Maar koffie blijft bij mij een beetje gek. Heb je nou nog tips voor een printable met koffie? En dan liefst niet zo'n geelachtige. Want dat vind ik heel jammer van een heleboel printables. Dat ze vaak die gelige kleur hebben. En dat heb je bij steampunk printables vooral. Voor mij hoeft dat niet per se. Mag ook wel gewoon een witte achtergrond zijn. Maar het mag ook een ander kleurtje zijn. Maar dat viel me op dat het vooral veel van dat gelige is. Is overigens een heel mooi tapeje van Estes Creations die daar heel goed bij past. Die is die perfecte kleur geel. En misschien ga ik ook wel dat thema in haar travel journal doen. Ik ga er even over nadenken. Zie je dat ik nou gewoon weer al die stickervelletjes heb gepakt? Terwijl ik er echt maar 3 nodig heb. Jullie ligt er nog tussen. Ik moet daar echt een ander systeem voor gaan bedenken. Maar goed, die pagina is nog lang niet klaar. Ik heb een soort collage daar gemaakt. Ik vind dat ik daar heel slecht in ben. In collages maken. Ik kan 2 dingen op elkaar plakken en dan stopt het bij mij ongeveer wel. En ik zie de meest fantastisch met al die meisjes en zo. Vind ik echt zo mooi hoe iedereen dat maakt. En dan van die doilies en weet ik. Ik kan het niet. Ik zie het gewoon niet. Als ik 3 dingen, 4 dingen over elkaar heen moet plakken, denk ik, wat zonde. Je ziet helemaal niet meer wat eronder geplakt zit. Dus ja, nee. Ik ben niet zo goed in collages. Er zijn een heleboel andere mensen die daar heel goed in zijn. Dus ik hoef dat ook niet per se te doen. Hoef ook niet allemaal eenheidsworst te zijn. Dus, maar ik vind dat dus wel heel erg leuk. En sommige van jullie zeggen dan, ja, maar het is helemaal niet jouw stijl. Nee. Ik verkocht een tijdje met mijn moeder allemaal tweedehands meubeltjes en andere meuk. En er zaten ook vaak dingetjes met roosjes in. Van die Engelse kopjes met roosjes. Vind ik fantastisch mooi. Ik zou het nooit in mijn huis neerzetten. Maar ik vind het dus wel echt heel erg mooi. Dus ja, je hoeft niet per se het alleen maar te maken wat je mooi. Ja, nee, nu zeg ik gekke dingen. Maar ik heb dus ook andere stijlen die ik fantastisch vind. Dit zijn stickers van Journal Dis. En ik vond daarboven gewoon nog heel erg kaal. Dus ik dacht, ik maak het nog even een beetje af. En ik vind het dan zonde, ze zijn duur genoeg. Ik vind het zonde om dan de helft niet te gebruiken.
Dus die plak ik er gewoon naast of eronder of op een ander plekje van de bladzijde. Ik heb deze gebruik ik mega veel. Dit zijn volgens mij de grijze. Ik gebruik de bruine iets meer. Maar ja, ik ben echt verliefd op deze. Doe dit trouwens nooit. Dit gaat niet. Je hele ding. Kijk, hij blijft er vast in zitten. Dus ik dacht, ik laat het gewoon even aan jullie zien knippen. Als je, dat is allemaal met die pettape en die washi stickers en zo. Knip maar gewoon. Doe dat niet met je hoekjespons, want die gaat eraan. Moeten we nog eventjes bijkletsen over mijn gezondheid? Niet heel veel over te zeggen trouwens. Het gaat heel erg goed. Ik kan gewoon alles weer eten. Ik heb shawarma. Dat spreek ik heel raar uit volgens mijn man. Shawarma moet ik dan van hem zeggen. Heb ik nog niet weer geprobeerd. Want dat was de trigger, zeg maar. Daar had ik het meeste last van. Eigenlijk alle aanvallen op de laatste twee na kwamen daarvan. Dus dan moeten we nog een keer uitproberen. Maar dat vind ik wel heel erg spannend. En voor de rest, ik heb een wippetat gehad, pizza, pannenkoeken. We zijn zelfs naar het pannenkoekenschip geweest. Vond ik ook wel heel spannend. In de eerste week van de vakantie gingen we naar Groningen. En dan naar het pannenkoekenschip. En toen dacht ik, ja, maar als dit niet goed gaat, dan zit ik wel in de stad. En dan dus wel even 20 minuten weer naar huis rijden. Maar ook dat ging allemaal goed. Hetgene, een beetje ranzig praatje, maar omdat je geen galblaas hebt, gaat je gal meteen van je lever naar je darmen. En kan het zijn als je iets vets eet, dat er heel veel gal naartoe gaat en dat je dan dus diarree krijgt. That's it. Maar die pijn is gewoon weg. Echt, dat is zo ontzettend fijn. Ik heb 4 hele kleine snijwondjes in mijn buik, op mijn buik. En één daarvan zit in mijn navel en die heeft nu al 2 keer ontstoken geweest. Waardoor ik wel antibiotica al 2 keer heb moeten slikken. Maar ik heb gewoon geen pijn meer. En ook niet aan de wondjes. De andere wondjes genezen heel goed. Dat wondje schijnt ook gewoon goed te genezen, maar ontsteekt gewoon af en toe. En dan komt er zo'n soort waterval uit mijn navel. Ja, too much info, I know. Maar ja, ik ben wel weer. Ik merk dat ik soms nog een beetje moe ben. Want het schijnt van narcose best wel lang te kunnen duren. En ja, sommige mensen moeten zeggen dan niet zeuren. Dus doe ik ook niet. Ik heb nog 4 weken vakantie. Nou, nog 3 na deze. Dus ik heb tijd genoeg om bij te komen. Alhoewel ik ook niet goed stil kan zitten. Zit ik gewoon vet veel video's te maken. Goodiebags af te maken. Ja. Ik wil ook, als ik dan straks naar de beurzen ga, moeten er wel video's komen. Dus ik moet ook een beetje in het voren werken. En we gaan nu nog eventjes weg, dus ik moet wel wat dingen in het voren maken. De nieuwsbrief ben ik mee bezig. Ik ben bezig bij, ik zit nooit stil. Ik heb een flyer ontworpen. Ik ben bezig met de inschrijvingen. Kan toch niet stilzitten. En ook nog leuke dingen doen met kinderen trouwens. Oh, daar heb ik nog wel wat over te vertellen. In de video gebeurt toch niet zoveel bijzonders meer. Dus een tip. Als je in het noorden woont en je hebt social deals, dan kun je best wel goedkoop naar Bounce Valley in Leeuwarden. Dat is een springpark met luchtkussens. Dus geen trampoline, maar alles is lucht. En het is dan van een bekende YouTuber, die er vast niet vaak is. Maar prima. Mijn dochter wilde daar heel graag heen. Ik had een hele mooie deal. 2 uur springen, €13,95, inclusief limonade. Onbeperkt. Normaal kost 2 uur springen €18,95 en €3 limonade nog eroverheen. Nou, mooi deal dus. Dus wij gingen daar vorige week heen. Ik voelde me vorige week ook helemaal prima genoeg om ver te gaan rijden. Het is voor ons een uurtje rijden ongeveer. En zij had een vriendinnetje mee, mijn zoon had een vriendje mee. Ik had mijn journalspullen mee. Ik dacht, ik ga daar lekker zitten journalen. En ja, ik had wel rekening mee gehouden dat het daar een beetje lawaaierig zou zijn. Maar en er was gewoon echt geen licht. Dus ik zag gewoon echt heel wat niks. En dat lawaai, dat was verschrikkelijk. Ik zat in een soort kantine met heel veel andere ouders. En gillende kinderen. Echt, weet je, als je dan in dat park gaat zitten bij die airdingen, luchtkussens, prima. Maar ik zat in de kantine en er waren gewoon
Oh, er waren gewoon schreeuwende ruzie maken. Mijn kinderen keken er op een gegeven moment ook naar. Van, oh my god, wat gebeurt hier? Ik kwam nog een vrouw bij ons aan tafel zitten. Helemaal prima, ik zat in mijn eentje aan tafel. Kom er gezellig bij. Die gooide limonade op de nieuwe schoenen van mijn dochter. Echt, die had ze net een week. Dat je denkt, oh mens, kijk toch even uit wat je doet. Nou, ik ga daar in ieder geval niet meer heen in de vakantie. Dus, of je moet zo'n grote koptelefoon meenemen of iets geluiddempend. Dat is wel de tip die ik nu van iedereen heb gekregen. Maar ik ga niet meer in de zomervakantie naar Bounce Valley. Ze willen ook nog heel graag zwemmen in Jauren. Daar is een heel vet zwembad met een, hoe heet dat? Je hebt dat ook in Center Parks, zo'n parcoursje. En vette glijbanen en zo. Nou, aangezien ik durf het nog niet zo goed met de wond in mijn navel. Dus, maar daar gaan we zeker ook nog naartoe. Maar ik had er wel bedacht, dat moeten we maar op een margedag doen of zo. Als het in ieder geval niet zo druk is dat ik daar ook gillend gek word. Ik had niet zo goed tegen heel veel herrie nog. Misschien als ik straks weer aan het werk ben, dan ben ik niet anders gewend natuurlijk. Niet bij mijn klas trouwens, hè, in de pauzes. Dus, dat was geen aanrader. Zou ik niet doen. Oh, en als je het doet, doe het dan 's ochtends vroeg. Dat is nog wel een tip. Ga dan gewoon 's ochtends vroeg die kant op. Mocht je trouwens nog tips hebben. Oh, dit boekje is trouwens van Love by Gaby. En alle stickers die erin zitten ook. Dan weet je dat even. Wij gaan binnenkort nog naar Volendam een paar daagjes. En we waren natuurlijk al naar Creta geweest, maar we wilden nog wel eventjes weg. De hele zomervakantie thuis vond ik ook niet zo'n succes. Mijn dochter wil heel graag naar het Upside Down. Ik zeg al de Inside Out Museum, het zou heel raar zijn. Het Upside Down Museum in Amsterdam, dus daar gaan we zeker een dag heen. Ik moet nu even reserveren, want anders is het straks weer vol. En dan gaan we vast nog even door Amsterdam lopen. Ik ben echt gek op Amsterdam. Het is mijn favoriete stad na Groningen natuurlijk. En heb je nou nog tips rond Volendam? Laat even weten. We zijn de vorige keer naar Alkmaar en Schorrol en dat soort plaatsen geweest. Dus als je tips hebt voor de andere kant, dus aan het IJsselmeer. Laat me even weten. Ik zat zelf nog te denken aan de stoomtrein tussen Hoorn en Enkhuizen of zo. Medemblik en het huis. Ik weet het niet precies. Is dat leuk? Voor een kind van bijna 12 en even 9. Oh, hij wordt 12, jongens, volgende maand. 17 september wordt hij gewoon 12. Kan niet geloven. Maar heb je nog tips? Laat het even weten hier in de reacties. Of stuur me een DM'tje op Insta of op Facebook. Of waar je me ook volgt. Dan, wij zoeken nog wel wat dingen om te gaan doen. Oh ja, en naar Volendam. We zitten daar in die roompot. In de klederdracht. Weet ik nog niet hoor, daar ga ik nog even over nadenken. Zo'n vreselijke foto van jezelf in klederdracht. Daar ben ik nog niet helemaal uit of ik dat wel of niet wil. Maar ja, eigenlijk moet je dat wel doen. De kinderen zijn ook net in Volendam geweest. Wij wel vaker. Misschien kunnen we zo'n toertje doen van zo'n BN'er. Zoek de BN'er tour. Dat lijkt me dan wel weer heel erg grappig. Maar dat bestaat toch? Dat je langs het huis van Jan Smit en zo gaat? Lijkt me enorm lijkt me echt vreselijk. Dat al die mensen voor je houden. Hier woont Jan Smit. Ja, boeien. Die man moet ook ergens wonen. Dus als je tips hebt, laat even weten. En nou heb ik toch bijna de hele video gewoon volgekletst. Ik dacht, het lukt me nooit vandaag. Ik bleef niet zoveel in de vakantie. De kinderen spelen steeds. Zijn uitlogeren, zijn weg. Oh, we zijn nog naar de zeehondencrash geweest in Pieterburen. Erg leuk. Die verdwijnt volgend jaar uit Pieterburen. Dus als je daar nog heen wil, moet je vooral doen. Ik vond het erg leuk. En zeker nu er nog heel veel kleine zeehondjes waren. En we hadden even een visje gegeten in Lauwershoog. Vinden we ook altijd heel erg leuk om te doen. Nou, dat was hem, denk ik. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Daar help je me echt mee. En ik zie jullie volgende week weer. Bedankt voor het kijken.